vervelend, snierend. Helemaal niet. Hij is wat ouder dan ik. Hij heeft veel meer politieke ervaring dan ik. Ik kan nog een hoop van hem leren. Hij heeft een dichterlijke inslag. Er zijn ook redenen om van hem te houden. Ome Joop. Had een uil een hekel aan vannacht? Nee. Zijn vrouw had een echte hekel aan hem. En die heb ik er ook wel eens van verdacht dat hij daarna een beetje opstookte. Lisbeth? Ja. Ik zat Joop te veel dwars. En daar kwam wel bij, denk ik, dat Lisbeth was sterk verbonden aan de feministische beweging. De rode vrouwen? De rode vrouwen. En nou was ik dan degene die zo moeilijk begon te doen over het hand over hand toenemende toepassing van abortus tot in verre late zwangerschappen toe, zelfs Bloemenhoven. Baas in eigen buik? Ja. Ik weet wel dat mijn vader oorspronkelijk vanuit klassiek bijbelse scholing heel veel tegen abortus was. Was het dan zo dat je moeder en je zussen probeerden hem te overtuigen van hun standpunt? Ja, die discussies waren meestal nogal fel. Hij is mede onder invloed van mijn moeder toch echt wel opgevoed in emancipatie en feminisme. De zaak mooi versierd. Ik denk dat Lisbeth een van de meest openlijke, directe criticasters was van de naam. Zij waren, denk ik, ook het eerste echte politieke echtpaar. Hoe kwam dat zo? Omdat mijn moeder zelf ook ambities had. Ze was actief in het vrouwencontact van de Partij van de Arbeid, later de Rode Vrouwen. Ze heeft altijd aan de weg getimmerd. Ze heeft wel gevoeld van, door hem heb ik geen carrière kunnen maken. Dat zei ze ook wel. Hij vond het niet lastig, wel niet altijd eenvoudig om te hanteren. Ze waren zo aan het discussiëren met een zaal ook. En ineens sprong Lisbeth een uil op en riep, ik vind dit heel vervelend. Alleen maar mannen aan het woord. Bah, dit wil ik helemaal niet. En dan zag je hem helemaal ontredderd. Ik was bijna bang voor haar in dat soort situaties. Was het een harmonieuze relatie? Voor zover het aan buitenstaanders verscheen als ze samen waren, was dat niet het eerste waar je aan dacht. Het is wel zo dat als zij er niet bij was, dat hij met grote liefde over haar sprak. Hij had enorm respect voor mijn moeder, haar kwaliteiten. Hij vond haar eigenlijk slimmer dan hij was. En zij had een heel scherp oog en oordeel over andere mensen. En die wou ik altijd wel graag horen. Hielden ze van elkaar? Ze hadden een hele diepe band. En ja, houden van is vind ik altijd heel lastig. Ja, nou, ik zie hem s'avonds. Ik denk wel dat het een heel goed samenwerkingsverband was. Want hij had natuurlijk wel die hele christelijke opvoeding. Hij zat daar in progressieve politiek. En wat ik wel vaak merkte was dat er van thuis, dus niet alleen Lisbeth, maar ook de kinderen, dat er over onderwerpen gepraat werd. Maar dat ook de goede richting werd aangegeven, bij wijze van spreken. Dat hij het thuisfront nodig had om om door te kunnen gaan op die lijn. Het was een periode, jaren 60, 70, met heel veel veranderingen. De hippies, lang haar. Kon hij daar wel mee uit de voeten? Uiteindelijk wel. Kijk, hij reageerde daar in eerste instantie altijd echt heel negatief. Op een gegeven moment ging ik mijn haar steeds langer dragen en hij riep, je moet naar de kapper. Drugs, wat vond hij daarvan? Je had toen echt die de hashies. Hashies, ja, ja, ja. Ja, daar was hij niet enthousiast over. Dingen als de maagdenhuisbezetting. En daar was hij, zijn primaire reactie erop was puur afwijzend. Van ja, dat doe je niet. Dus het was eigenlijk wel
een beetje behoudende man in een rumoerige tijd. Nee, want... Nee, dat had meer te maken met het feit dat hij pas omging, zal ik maar zeggen, of zich uiteindelijk openstelde voor iets. Als hij het helemaal geproefd en getoetst had op in discussies vooral. Hij omringde zich ook altijd met jonge medewerkers. Hij wilde altijd heel veel tegenspraak. Mensen konden hem soms echt wel villen, omdat hij ze altijd prikkelde om te argumenteren. Maar op een gegeven moment was hij er en dan ging hij ervoor. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. De ministers van Partij van de Arbeid, PPR en D66 hebben in dit feit aanleiding gevonden hun portefeuilles en functies. Waarin juist heeft afgelegd dat wij die waardig en zelfs indrukwekkend hebben gevonden. Alor, dat wil men even kwijt. Het gaat je goed. Dag Joop. In maart 1977 valt het kabinet over de grondpolitiek. Den Uyl is nu demissionair premier en wordt geconfronteerd met misschien wel het grootste drama uit zijn loopbaan. Gewapende Molukkers bezetten een school in Bovensmilde en kapen een trein bij de Punt. De Molukkers eisen steun van de Nederlandse regering aan een onafhankelijke Molukse republiek. Den Uyl moet de crisis zien te bezweren, samen met vier andere ministers, onder wie uitgerekend zijn kwelgeest Dries van Agt. Het was natuurlijk een hele principiële man. Kim komt heel vaak tegen dat gereformeerden hun houding hebben bij bepaalde principes. En tot hier. En niet verder. En zo was hij ook. En ik denk dat hij zich ooit heeft voorgenomen dat zolang ik hier zit, zal er geen geweld worden gebruikt. Hij bleef maar ja en ja maar zeggen en andere ideeën opbrengen en uitstel bepleiten. Waar ik in de loop der jaren steeds meer waardering voor heb gekregen, is dat hij zo duidelijk liet merken dat ook de dood van de gijzelnemers hem beroerde en dat ook dat iets was wat hij wilde vermijden. We hebben op een gegeven moment hebben gezegd, nou moeten we maar even hoofdelijke stemming houden, want we kunnen hier toch niet dagen over bezig blijven. En toen werd besloten dat dat deel van die trein waar die gijzelaars zaten, of de gijzelnemers moet ik zeggen, dat die trein gewoon doorzeefd zou worden. Daar kwam het op neer. Dus die gijzelnemers werden geliquideerd. Joop was het er niet mee eens. Trouwens, Harry van Doorn, CRM, toen PPR ook niet. Het was 3-2. Maar Joop heeft toen onmiddellijk na het nemen van die beslissing gezegd... Ik was het er niet mee eens. Ik begrijp wel waarom jullie het toch liever wel willen. En vanaf nu is het een beslissing van ons allemaal. In die nacht, dat crisiscentrum, dat was op het ministerie van Justitie, zat vannacht achter zijn bureau de stukken die daar lagen af te doen. En in de kamer daarnaast, als een getergde leeuw, ijsbeerde Den Uyl door die kamer heen en weer, wachtend op het nieuws dat die mensen zouden zijn geliquideerd.
dat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling, ervaren wij als een nederlaag. Maar wij moesten het gebruiken om erger te voorkomen. Hij was wel heel geëmotioneerd. Hij was in tranen, hij was eigenlijk op de rand van wanhopig dat het zo ver had moeten komen. Maar de ferme bestuurder die op een gegeven moment wel een beslissing moet nemen, die bleek niet in hem te steken. Wat zegt dat over de slagvaardigheid van Joop den Uyl? Nou, dat zegt dit over Joop den Uyl. Dat hij absoluut niet slagvaardig is als het gaat om geweld te gebruiken. Om andere mensen te doden. En sterker nog, dat hij een afschuw heeft van dat soort slagvaardigheid. Dat is geen zwakte. Dat is een kracht. In mei 1977 zijn er verkiezingen en de Partij van de Arbeid boekt 10 zetels winst. De kiezer wil een tweede kabinet Den Uyl. En de PvdA-achterban die rekent zich al rijk. Maar Van Agt en zijn medestanders houden tijdens de formatie de poot stijf. En Den Uyl, die laat het allemaal maar gaan. Hij laat de formatie over aan Ed van Tijn. En als het hem door de vingers dreigt te glippen, slaat hij niet met de vuist op tafel en zegt hij niet, ik ben hier de baas. Den Uyl wil in zijn partij de boel bij elkaar houden. Het blijkt een fatale strategie. De onderhandelingen worden na 9 maanden afgebroken. Dries van Agt gaat regeren met de VVD van Hans Wiegel. Den Uyl heeft gegokt en verloren. En is veroordeeld tot de kamerbankjes. Rampzalig. Echt rampzalig. Dat is ook de grootste politieke mislukking uit zijn leven. En ook de grootste politieke fout, hoe je het ook went of keert. Hij was er verantwoordelijk voor. Dus, en daarmee is zijn neergang ook begonnen. Was hij gelukkig toen in de Kamer? Nee. Nee, absoluut niet. Nee. Je zag aan de man dat hij gewond was, dat hij geraakt was. Dat heeft hem ook flinke tijd gekost om zichzelf te hervinden. Ja, ja, ja. Ja, prima. En nu een beetje hieromheen. Nu weer terug. In 1982 is Den Uyl nog korte tijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Notabene onder zijn rivaal, premier Dries van Agt. Het vechtkabinet van Agt Den Uyl zit maar 8 maanden. De dagen van het leiderschap van Joop Den Uyl zijn geteld. Al blijft hij zelf geloven in die ene droom. En dat kabinet Den Uyl, dat komt er toch. Het feit dat hij buitenspel kwam te staan, dat heeft hem naar mijn gevoel die laatste 10 jaar nooit meer verlaten. Dat die teleurstelling en voortdurende vragen ook van wat had ik anders moeten doen, wat hebben we verkeerd gedaan. Ik denk dat een hele belangrijke invloed op hem heeft gehad. Hij werd in de publiciteit toen een beetje weggeschreven. En dat heeft hem ontzettend pijn gedaan. Er werd ineens gezegd van Den Uyl, het is een gelopen, die man is oud. En dat is, hij moet maar eens opstappen. Dat begon toen een beetje te komen, die halverwege de jaren 80. En dat heeft hem erg pijn gedaan. In het lage land de noodklok luidt. De handen liggen willoos uitgestrekt. Ons lot is ons uit eigen hand genomen. Ik dacht, het leven moet maar kort meer zijn. Ik kwam hem op een avond tegen in het gebouw waar we allemaal zaten. En toen maakten we zo even een praatje op de trap en vroeg hoe het ging. En toen wankelde die opeens en toen pakte ik zijn arm zo. Toen zei ik, ja, je gaat toch niet van de trap vallen of zo? Toen zei hij, ja, dat heb ik de laatste tijd wel meer. En toen ging hij
naar Afrika in september. En daar is hij ziek geworden. En toen hij terugkwam, bleek na 3 dagen dat hij ongeneeslijk ziek was en dat er ook niks meer aan te doen was. Ik denk dat hij op een bepaalde manier natuurlijk primair droef en ook wel kwaad was. Hij had kanker in de hersenen en toen heeft hij nog 10 weken geleefd. Dus het was helemaal, ja, heel abrupt. Hij had natuurlijk eigenlijk allerlei dingen nog gewild. En er was geen mogelijkheid meer om daar nog wat mee te doen. Ik heb daar... hard over gehuild. Ja, ik vond het heel... verdrietig. Ja, verdrietig. Wat heel toch heel bijzonder was dat het zoveel aandacht kreeg. En dat er zoveel aandacht was van zoveel mensen. Er kwamen heel veel briefjes binnen van mensen die mijn vader gekend had, of mensen die hij niet gekend had, maar voor wie hij belangrijk was geweest. Dus er werd heel hevig op gereageerd. Er gaat iets belangrijks weg uit je leven. Het is niet zomaar iemand die uit het politieke veld die weg is, maar er gaat iets voor jezelf gaat weg. Ik was vast en zeker van plan om daarheen te gaan. Maar aan de vooravond van die herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk Amsterdam belde Wim Meijer, fractievoorzitter toen. En Wim was er wat verlegen mee en wist blijkbaar niet hoe hij het moest zeggen. Hij zei, ja, ik heb een onaangename, moeilijke boodschap. Het bericht was dat daar toch vanuit de familie grote bedenkingen waren tegen de aanwezigheid van een paar mensen, in dit geval Van Agt. Wim zei dat Lisbeth had laten weten, had te kennen gegeven, als die komt, ga ik stennis maken. Dat waren, geloof ik zelfs, zijn letterlijke woorden aan mij. Eigenlijk wilde Van Agt heel graag toch bij zijn. Hij beschouwde dat als ook een grote gebeurtenis, emotionele gebeurtenissen in zijn leven. En daar wilde hij bij zijn. Dus die kon dat maar heel moeilijk accepteren. Natuurlijk wist ik al lang dat Lisbeth mij liever zag gaan dan staan. Dat was al lang duidelijk. We hebben dat, toen ze dat zei, gewoon geaccepteerd als haar keus. En op dat moment ging haar keus voor. Punt. En er was ook verder geen discussie over. En dat hoeft ook niet. Was dat ook de wil van Joop geweest, denkt u? Ik denk dat Joop had gezegd, nou kom. Leuk is het niet, maar... Laat hem maar komen. Ja. Ik vind het verhaal met Den Uyl is ook door de omstandigheden waardoor zijn leven ten einde kwam. Dat is eigenlijk nooit goed afgehecht, zou je kunnen zeggen. Die man had er zoveel te vertellen. Hij wilde schrijven. Hij heeft ook enorm veel documentatie achtergelaten. En zijn denkwerk over verdere vormgeving aan de wereld, ook internationaal, ja, daar zat hij zich half op te verheugen toen die ziekte hem overkwam. En dat betekent dat hij meer, naar mijn oordeel, meer van betekenis zou kunnen zijn geweest dan hem uiteindelijk gegeven is.